Er is geen enkel informatie te vinden op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer over de landbouwpercelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij die vermoedelijk bestemd waren voor verkaveling. Dit is gebleken uit een onderzoek dat minister ad interim Gracia Emmanuel heeft gedaan over deze kwestie. Gisteren heeft de bewindsvrouw dit gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokhi en minister permanent Sildin van LVV. Deze rapportage komt precies een week nadat president Santokhi publiekelijk tijdens een VHP-massameting in Ikeri flink had uitgehaald naar het ministerie van GBB over vermeende gronduitgifte. Santokhi had toen aangegeven dat informatie hem had bereikt dat LVV landbouwgronden die bestemd zijn voor grote projecten aan derden zijn uitgegeven. En ik heb de minister ad interim, dat is een ad interim GBB, gisteren laten komen met haar staf. En ze heeft schriftelijk opdracht gehad. 5% minister of 6? 6. Ze heeft schriftelijk opdracht gehad van mij om binnen 1 week dat besluit wat genomen door GBB terug te draaien. Binnen 1 week. U moet kijken als het niet binnen 1 week gebeurt wat ik ga doen. U moet alleen maar kijken wat ik ga doen binnen 1 week als het niet gebeurt. Uit het onderzoek is wel gebleken dat er wel bereidsverklaringen zijn uitgegeven van tenminste 1 perceel aan derden. In Ikeri maakte het staatshoofd duidelijk dat deze zaken binnen 1 week opgelost moesten worden. De minister van LVV, die was net heel bescheiden hier. Heel bescheiden. Maar hij noemt die projecten, die mooie projecten die hij gaat uitvoeren. En daarvoor heeft hij zoveel gronden gereserveerd. En wat ziet hij plotseling? Hij krijgt stukken dat plotseling zijn gronden, zijn landbouwgronden verkaveld worden. Terwijl we hebben afgelopen maanden een regeringstopvergadering gehad. En ik heb een VP uitgelegd. Dit is genoeg. Tijdens de bespreking van gisteren met de top van beide ministeries heeft de president besloten dat alle percelen die LVV toebehoren en zijn uitgegeven aan derden teruggedraaid moeten worden. Ook zullen alle bereidsverklaringen vervallen verklaard worden. Deze besluiten moeten uiterlijk 8 mei uitgevoerd zijn. Ten aanzien van de informatie die zoek is, moet er nader onderzoek verricht worden, aldus de president.